Cambuur begint nog net in zijn rare wedstrijd. Sparta wordt bij de Lurven pakt en de eerste kansen binnen voor de thuisclub. Actie van Melvin De Leeuw. Bij de twarapeel zit Oebele Skokker, maar de bal wordt van de line helle terug Donovan Steingaard. Zij is de eerste kans voor de Leeuwers. Maar na die openingsfase liet Cambuur de teugels wat vieren en Sparta wordt gevaarlijk. De eerste waskoging komt van Ilias Belhassani. Knap scot van Belhassani, maar het gaat voor de goal van Telge Kamdel. Maar die waskoging wordt net oppikt door de Leeuwers. Steve Nieuwendaal aan de boetekant komt maar een facet bij Donovan Deekman. Die mooi omdraaien en zitten in het strafschopgebied. En zo is het 1-0 voor Sparta. Een domper voor de Leeuwers, die dit te makkelijk gebeuren lieten. Ja, hij draait naar zijn linkerkant. Ja, ik beweeg te weinig mee. En ja, ik had een sliding of wat dan ook moeten alles eraan doen om de schot eruit te halen. Ja, wat ik deed was niet genoeg en dat reek me echt aan. En, ja, daar baal je van. In Cambuur is de kluts dan eigenlijk volslaan kwiet. Alles gaat mis. Sparta mag keer op keer komen. En 4 minuten na de 0-1 is het echt 0-2. Ilias Belhassani maakt het hem op Onjan van Donovan Deekman. En dan liep het een hele zwiere jong te worden van Cambuur. En voort als de eerste helft het dien is, griept Alfons Arts in. Hij roept Marco van der Heijden en Adnana Tigadouini bij hem. En van der Heijden krijgt de instructie om als onvallende middenvelder meer dreiging te brengen. Je ziet Marco dan helemaal gloeien van dit is mijn moment. Dat zie je van tevoren al. En ja, het is dan mooi dat een jongen zo'n bijdrage kan leveren aan het geel. En dat is prima. Want altijd als Marco van der Heijden in het veld komt, dan bat er wat. Hij brengt een bepaalde drive mee en dat zwargert voor de ommekeer. Van der Heijden maakt paske op Michiel Hemmen. Wat bloeter koel, 1-9 maar Pellats. En de aansluitingstreffer is derde. Op Onjan van Marco van der Heijden is het Hemmen die zijn vijfde goal van het seizoen maakt. En Cambuur zet voort een dadelijk terug. Lange bal van Mart Dijkstra. Komt uiteindelijk uit bij Adnana Tigadouini, de invaller. Krijgt de rondte om u te helien, maar een goede redding van Nico Pellats. Het is wel een hoeskop die het steenbloed. En die werd naam toch Erik Bakker en de schitter bij de eerste peel op het goede plak, Michiel Hemmen. Een echte spits, zijn zesde goal van het seizoen. En zak komt Cambuur binnen 10 minuten op 2-2. En het wordt nog mooier als Oebele Skokker de bal krijgt. De achterlijn helpt, knappe vastzet en de schitter Marco van der Heijden. De supersub van Cambuur, hij zet de Leeuwers op een 3-2 vastsprong. De eerste wedstrijd van het seizoen tegen Volendam maakte hij al de winnende. En nu is hij opnieuw beslissend tegen Sparta. En wat is dat toch met jou en invallen? Ja, geen idee. Ja, was weer raak vandaag. Dus, ja, je verheft het bijna tot kunst. Ja, klopt. Ja, 6 keer ingevallen dit jaar en 6 keer volgens mij goed. Dus, ja, je merkt gewoon dat de tegenstander wat vermoeid raakt en dat de ruimtes wat groter worden. En dat is denk ik wel typisch mijn spel. Gewoon veel diepte kiezen. En ja, die controleur die heeft de hele wedstrijd al achter het bakketje aangelopen. Dan denkt hij van ik laat hem toch maar een keer lopen soms. En ja, dan komt er toch wat meer ruimte. Dus invallen is wat dat betreft wel lekker. Ja. Zo wint Cambuur thuis maar 3-2 van kampioenskandidaat Sparta. En de blitzkip op de bank naar Arin, die zaait alles.